achter de bal plat. We zitten in minuut 9. Die bal kan in eerste instantie worden uitverdedigd. Maar met wat geluk heeft Plat die bal teruggekregen. Houdt de benen van de Lisse speler en missen van de doelman. Totaal uit positie, maar die bal gaat er niet in. Mengerik leek zijn eerste te maken deze middag. Maar miraculeus dat die bal niet in het doel van FC Lisse verdwijnt. Komen voor zijn neus plat. Teruggelegd op Buis. Waar blijft de hoge bal? Daar is die. Die is niet onaardig. En die zit er nog bijna in ook. De hand van de doelman. En de lat voorkomt een treffer voor Lisse. Dat is zo'n moment. Van de Putten doet het. En heeft bijna zijn zesde van het seizoen te pakken. Op de doellijn van de Werf. De doelman die dankzij een medespeler in ieder geval Mengerik van zich kan afhouden. Nu mis zit. Of mis zit eigenlijk er helemaal niet bij kan. En maar moet hopen dat er niet al te slim wordt ingeschoten. Van Noord probeert dat. Van Dam probeert het. Van Dam de paal. En dan gaat hij er niet in. Omdat Suzanne er op het laatste moment niet bij kan. En daar gaat Handy weer. Problemen. En nu zit hij er wel in. Kijk, de scheidsrechter nog even of het allemaal correct is wat er gebeurt. Scoort Katwijk via Mengenhuk. Maakt die zijn negende van dit seizoen. En nemen de Kattenkers een 1-0 voorsprong in en op Lisse. Eindelijk. Van Boksel. Ook niet echt lekker uitverdedigd. Nu staat hij aan de verkeerde kant. Van de Werf heeft mazzel dat de bal tegen hem aangeschoten wordt door Schet. En ondertussen doet zich de ene na de andere precaire situatie voor in het strafschopgebied van Lisse. Suzanne uit de draai en die bal die rolt tussen een aantal Lisse-spelers door en kan er bijna nog uit de kluts in. Ondanks het feit dat in eerste instantie de aanvoerder van Katwijk die bal helemaal niet zo goed raakt. Maar die rolt een beetje door een aantal Lisse-spelers door. Gaat daar tussendoor. En kijk dan wat er uiteindelijk met die bal gebeurt in uitgestoken been. Nog een moeizame uitverdedigde actie. En uiteindelijk is het nog bijna 0-2 ook. Van Noord. Even Sanchez en Mengerik die zomaar de bal in de voeten krijgt. Daar gaat Schet. Hier gaat Mengerik. Is hij onderweg naar zijn tweede? Hij is onderweg naar zijn tweede. Hij maakt zijn tweede. Katwijk komt na 68 minuten voetbal op een 2-0 voorsprong tegen Lisse. En weer is het Marciano Mengerik die hem maakt. Zijn tiende van dit seizoen. En hij viert het feestje met de Katwijk-fans daar aan de overkant. Terwijl hij toch, als hij in eerste instantie in balbezit komt, omringd is door tegenstanders. Eigenlijk zijn ze met z'n tweeën, maar zo gevaarlijk dat uiteindelijk Mengerink opnieuw op het scorebord verschijnt. Handy. En misschien is ook dit wel het verschil, want deze lange bal van de kant van Katwijk, als die al een keer wordt gespeeld, leidt dan niet tot een buitenspelsituatie. Sterker nog, het leidt bijna tot een 0-3 via Berghout. Want dit doet hij gewoon uitstekend in zijn eentje. Een alternatief dan het zelf te proberen heeft hij niet. Hij kiest voor de korte hoek. Het zal geen verschil maken voor wie er vanmiddag wint. Of wie er vanmiddag niet wint. Toch nog voor een tweede keer. En weer met behulp van het houtwerk. Kieboom op de inzet van Buimer. De invaller die het van afstand probeert. Het is een blijkbaar mooie poging met die kopbal voor rust van de Putten. Het zijn de meteen twee mogelijkheden die Lisse over 90 minuten bij elkaar heeft gevoetbald. En beide komen uiteindelijk terecht op de lat. Rare actie van Kibo die nu wel geklopt wordt. En ook nog een tegengoal moet incasseren van, wie is dat, Vermeulen? Ja, de boosheid mag hij op zichzelf richten. Nog maar eens kijken. Nog de volgende hoge bal, een rare actie van Kieboom die afgeleid lijkt door de aanwezigheid van Agari en Vermeulen die nog zorgt voor 1-2. Maar normaal gesproken heeft Katwijk met deze terugspelbal de punten binnen.
en wint het in de ballenstreek uit bij FC Lisse. Meer dan verdiend met slechts 2-1.